Goedendag, druppels op de sneeuwklokjes. Hier mooi te zien, er is natuurlijk weer flink wat regen gevallen in regio's van het land. In het midden bijvoorbeeld en ook in het oosten tussen de 15 en 20 mm. Komt nog meer regen onze kant op. Regen zorgt er wel voor dat pollen bijvoorbeeld niet echt in de atmosfeer komen, want die vallen direct op de grond. Dus dat is op zich wel goed nieuws voor mensen die last hebben van boompollen, want diverse bomen beginnen nu langzamerhand toch wel te bloeien, zeker met die hoge temperaturen van vandaag. Vanavond en vannacht zitten we tijdelijk in wat rustiger vaarwater. Is het overwegend droog weer? Want de regen van vanochtend die is naar het oosten weggetrokken. Maar nieuwe regen komt eraan. Hier kunnen we dat goed zien. Dat is deze band met neerslag. Die in de middag over gaat trekken. Vrijdagmiddag. En dan wat opklaring op zaterdag. Dan is er ook echt wel wat ruimte voor de zon. Dat bood best een aardige dag. Maar zondag, u ziet het al hier. Komt langzaam maar zeker deze neerslagband dichterbij. En die gaat dan ook op zondag passeren. En dan hebben we de paraplu echt wel weer nodig. Dan is het ronduit nat enige tijd. Maar vanavond en vannacht dus overwegend droog weer. Ik heb het ook nog eventjes met dit model op een rijtje gezet. Dit is de regen die wegtrekt. Kijk we eens naar die temperaturen. Die zijn hoog hoor. Vandaag lokaal 16 graden in het zuiden. De avond en nacht verlopen droog en vrijdag overdag vanuit het westen weer zo'n neerslagzone die overtrekt. Gaat wel vrij snel allemaal. In de middag wordt het geleidelijk aan ook weer droog vanuit het westen. Hoe ziet dat er op de kaart uit voor komende nacht? Een droge nacht met wolkenvelden, maar toch ook wel wat opklaring hoor. Het is niet zo somber zoals het hier staat. 9 tot 11 graden wordt het en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Met name in het noorden zou nog een enkel licht buitje kunnen vallen in de ochtend dan vanuit het westen de regen in de middag trekt die regen naar het oosten weg en dan kunnen in het westen zeker in de tweede helft van de ochtend ook nog wel of middag ook nog wel wat opklaringen gaan komen. De temperatuur ligt tussen de 12 en de 14 graden. Dat is nog steeds bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. En dan waait een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En dan het weekeinde. Ja, echt duidelijk twee gezichten. Zaterdag een hele aardige dag, denk ik. Met zonnige periode en wolkenvelden. 11 graden in de middag en het blijft heel de dag droog. Zondag daarentegen de nattigheid. Dat is toch wel echt weer een natte dag. Met een maximum temperatuur van een graad of 10. En dan volgende week. Ja, het zal een beetje wisselen. Overwegend droog weer, maar wel veel wolkenvelden. Temperatuur blijft aan de hoge kant. En als ik dan naar de pluim kijk, dan zie ik eigenlijk dat er niet heel veel gaat veranderen. Temperatuur die blijft maar zo kabbelen dat het in de middag. Rond 10, 11 graden is. Eigenlijk is dit gewoon een hele saaie weerpluim voor de winter. Nog een fijne dag.